TIO Rotterdam, de spiksplinternieuwe jongste vestiging van Hogeschool TIO, is gelegen op een toplocatie. Op slechts 1 minuut lopen van het Centraal Station, te midden van uitgaansgelegenheden, hotels, hoofdkantoren van multinationals en winkels. Ik ga elke dag met plezier eigenlijk vroeg mijn bed uit. Ja, ik heb prima naar mijn zin. Ja, gezellig, leuk. Echt een mix van mensen hier. Ja, het is helemaal goed, de sfeer. Het is een kleine school, dus iedereen kent elkaar. Hallo. Hoi. Hoe is het? Ja, goed. TIO Rotterdam is net als de andere TIO-vestigingen kleinschalig en persoonlijk van opzet. De docenten zijn professioneel, afkomstig uit de praktijk met heel veel ervaring. Ja, ik vind dat we een heerlijke ploeg docenten hebben hier. Verschillende achtergronden, verschillende redenen waarom ze hier voor de studenten staan. Veel mensen uit de praktijk. Enthousiaste mensen, gedreven mensen. Eigenlijk allemaal met wortels in het bedrijfsleven. Het is een particulier onderwijs, dus de studenten kiezen echt gericht om hier het onderwijs te volgen. Dat merk je dus ook aan zeg maar, toch de gedrevenheid en motivatie. En wat vinden de studenten eigenlijk zelf van de lessen? Goede school, vooral met de docenten uit de praktijk natuurlijk. Docenten die weten wat ze doen, zeg maar ze leven zelf helemaal in hun vak. Dus ze weten waar ze over praten, dus dat is heel mooi. Een groot voordeel van studeren aan Hogeschool TIO zijn de praktijklessen. 1 lepel in je handen met proef op je examen, omkleden en wegwezen. We zijn hier in de kookstudio van Rotterdam met leerlingen van TIO. Om zijn praktijkervaring mee te geven als ze straks het hotelwezen ingaan. Ze zijn gemotiveerd. Dat is het grote verschil met reguliere onderwijs. Deze mensen willen. Mooi hè? Ik vind dat heel leuk. Ja, het is toch toepassen wat je in de lessen allemaal leert. Een andere populaire praktijkles is luchtvaartdienstverlening. Alle lessen worden toch wel gegeven vanuit het bedrijfsleven. Wat willen bedrijven en hoe kunnen wij studenten zo goed mogelijk op de markt zetten? Ik vind het leuk dat de leraren zelf ook veel ervaring hebben met de luchtvaart. En wat zijn nou de belangrijkste redenen voor de studenten om te kiezen voor Hogeschool TIO? Het is heel erg gezellig. De combinatie heeft mij aangetrokken, horeca en de evenementenkant. Gezellig en toch ook wel serieus, omdat we hier allemaal voor 1 doel zijn om ons diploma te halen. Wat ik hier het voordeel van vind, is dat je de kleinschaligheid hier behoudt. En dat maakt dus zeker met het contact met de studenten en de interactie heel plezierig. Leuke mensen, leuke sfeer, leuke leraren. Kom anders gewoon een keertje kijken.